2021 moet een jaar worden waarin we ons richten op het versterken van onze waardigheid en onafhankelijkheid. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook moeten we beseffen dat wij als Surinamers in het mooiste land van de wereld wonen. We zullen ons moeten richten op het realiseren van onze idealen. Maar ik vraag u vandaag om niet te onderschatten welke rol we zelf kunnen spelen. En met wat bedoel ik u, uw buurman, uw vrienden, uw collega en ik als uw president. Laten we onze eigen kracht niet onderschatten. We zijn een sterk volk. We hebben heel veel doorstaan. We kunnen dit ook doorstaan. We moeten naar een positief denkbeeld over onze toekomst. Naar een gedachte dat we allemaal één zijn en samen één doel hebben. Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor ons allemaal. Dat we streven naar een leven dat niet bepaald wordt door angst, maar geleid wordt door hoop en trots. Een leven dat geen onderscheid maakt tussen burgers, maar gelijkheid schenkt. Een leven waarin de rijkdom van dit land ten goede komt aan een ieder en niet alleen aan een selecte groep. Want hoewel veel mensen denken dat alleen de regering verantwoordelijk is voor het creëren van omstandigheden, zeg ik u vandaag, het is een samenspel. Een samenspel van overheid, burgers, maatschappelijke en zakelijk leven. Het staatshoofd haalde verder aan dat we in 2021 een nieuw begin moeten maken. Een begin waarin we samen onze toekomst gaan plannen. Als land hebben we alle burgers nodig. We moeten samen onze krachten bundelen. We gaan samenwerken aan een goede gezondheidszorg, goede veiligheid en samen ook ervoor zorgen dat ons onderwijs staat voor kwaliteit. En we gaan tevens ervoor zorgen dat iedereen perspectieven heeft op een baan waarmee een leven kan opbouwen. We kunnen dit. Ik heb er alle geloof in. We komen uit een donker gat en er is alleen maar zicht op meer licht. En ik heb die heilige overtuiging. Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in ons en in elkaar vasthouden. We kunnen samen niet alles, maar wel veel. Aldus president Chandrika Prasad Santokhi, hij sprak gisteren zijn nieuwjaarsboodschap uit.